Nog één nachtje slapen en dan is het zover voor Andy van der Meijden. Hij debuteert morgenavond als vaste analist in de gloednieuwe voetbaltalkshow van Wilfred Gené, Veronica Offside. De andere vaste analisten zijn Wesley Sneijder en Wim Kieft. Het wordt leuke tv, verwacht Andy. Leuker dan Studio Voetbal in elk geval. Andy moet er niet aan denken om bij Studio Voetbal te verschijnen, vertelt hij in de Telegraaf. Nee, nooit. Past niet bij mij. Moet ik me inhouden, kan ik niet mezelf zijn. Dat soort serieuze praatprogramma's zijn helemaal niet aan Andy besteed. Ik heb bij ESPN aan zo'n tafel gezeten en dat was op zich best aardig, maar 2 uur voor een wedstrijd al beginnen te praten en 1,5 uur na zo'n potje nog, dat duurt me veel te lang, man. Met Wilfred aan het roer heeft Andy er wel zin in. Het was mijn droom om ooit aan zo'n tafel te zitten waar een beetje over voetbal wordt geouwehoerd. Hij vervolgt, ik heb er even aan mogen ruiken bij VTBL, de opvolger van Voetbal en Site bij RTL, maar dat werd ongetwijfeld met een goede reden meteen geschrapt door Peter van der Vorst toen hij daar de baas werd. VTBL is nu weer terug op de buis, als directe concurrent van Veronica Offside. Dat programma scoort zo slecht dat het gewoon treurig is voor alle betrokkenen. Het lijkt spoedig van de buis te verdwijnen. Andy heeft daar in elk geval niets meer mee te maken. Nu krijg ik een nieuwe kans bij Veronica Offside. Praten over het mooiste wat er is, beetje gekkigheid, kleedkamerhumor. Echt mijn ding. Veel zin in. Thank you.